Fotograamt alles en iedereen die in haar weg zit. Oh shit, oh shit. Ja, ja, gaat kijken. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Amor. En vandaag ga ik op pad met Wim met de Touran 2016 in Palito Bay hier zo. En we krijgen de eerste melding al meteen. Dus we gaan even kijken bij een staande houding van een collega. Of een collega die heeft iemand staande gehouden. We vragen om assistentie van ons. We gaan even spieken of we daar iets kunnen betekenen voor hem of haar. Ik wilde een collega erbij gaan vragen of ja, erbij halen. Die mij dan vandaag vergezeld in mijn Touran. Maar die kon ik op dit moment even snel niet zo goed vinden. Dus zodra ik die dadelijk heb gevonden, gaan we alsnog met een collega. Hier rijdt allemaal Camar rond, dat is bekend. Misschien kunnen we samen met de Camar, want zoals jullie weten rijdt de politie nog wel eens met de Camar samen voor bepaalde doeleinden. Dus je zult hier vooral collega's met Camar uniformen gaan zien. Jullie hebben natuurlijk niet de uniformen Nederlands, maar misschien wel super raar met ambulancebroek en zo. En hoe je dan ook kunt fixen, nou dat doet mijn lieve schat Dutchman op Discord heel goed regelen. Shoutout naar Dutchman en het is een baas en love you. Je weet zelf Dutchman, no homo, je weet. Wij gaan even vragen aan mijn collega wat er aan de hand is. Hij zegt, hey dat was snel, wat een aanrijdtijd. Ja super hè. Hey, voertuig voor mij hier die heeft een rood licht genegeerd. Toen men het kenteken controleerde kwam eruit dat de bestuurder hiervan wordt gezocht. Ik dacht misschien wil jij mij helpen. Oh, we gaan BTGV doen. Nou weet je wat, ga jij maar. Ik ga jou bijstaan bij de BTGV. Ik ga gewoon schieten hier. Ja, elke verdachte beweging wordt geschoten. Wegrijden is ook verdachte beweging. We zijn nu in achtervolging. De verdachte staat stil hier zo. Hij heeft zijn handen omhoog. Uitstappen. Uitstappen. Je hebt die signaal maar voor iets. Nee, okay. Liggen. Niemand verder aan het voertuig. Verdachte ligt op de grond. We hebben eenmaal AT, oftewel eenmaal aanhouding. Ja, ik heb... ja. Was niet heel... Oh, dat is weg, autoweg. Dat is niet heel realistisch van mij dat ik 500 kogels loste. Maar in principe is het gewoon schieten, hè. Denk ik. Aan de andere kant, denk ik dat de politie in Nederland... als jij weggaat bij een BTGV, wel schiet... Maar niet zozeer echt gericht al op jou gaat schieten. En dat heeft toch te maken met dat ze hier minder snel schieten dan in Amerika en zo. Dus ik vraag me af, zou echt een agent gewoon schieten als jij iets bent aan het flikken, zeg maar. Als jij wegrijdt. Nou, ja mevrouw, dat is niet zo mooi. Wat gaan we hier aan doen? Dit gaan we even samen heel mooi oplossen. Nou, die gaat er vandoor. Wat is ze nou? Oh daar. Ja, ja, ja. Ja, die gaat er vandoor. Twee voertuigen gaan er vandoor voor mij. Zijn samen aan het racen. Ik wil graag assistentie erbij. Ik ga achter het voertuig aan die mij aan heeft gereden. Graag collega's achter de andere aan. Voertuig ramt alles en iedereen die in haar weg zit. Andere verdachten rijden inmiddels achter mij. Ik word dus, ik rij voor eentje en achter eentje aan. Collega's zitten achter die andere. Rechts vrij, yes, keurig. We gaan de snelweg op. Oh, 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 oh. Wij verliezen de controle over het stuur.
Die andere verdachte rijdt hier nog steeds achter mij, maar ik wil die vrouw hebben die daadwerkelijk op mij inreed. Ik zie niks voor mij. Die is het laatst gezien hier zo. Ik denk dat hij daar helemaal achter rijdt. Hè? Daar rijdt er eentje redelijk snel namelijk. En dan gaan we dus alweer ons gebied uit. Oh shit. Ja, gaat kijk goed. Ja, die gaat daar helemaal achter je. En we kunnen geen assistenten meer vragen. Want ze zijn beide ontsnapt. Zet er wel blauw trouwens voor aan. Ik wilde eigenlijk alleen de sirene uitzetten. Gewoon, ik zet dan ik blauw aan. Of blauw uit. Ja, dit wordt hem allemaal niet meer. Wij zijn omgedraaid en we gaan terug naar, naar het dorpje Palito Bay waar wij onze dienst wilden gaan doen draaien. Die Turan, ja ik weet nog dat ik ooit een keer GTA heb moeten verwijderen en opnieuw heb moeten installeren. Toen had ik dus ook het nieuwe script, dit script wat ik nu gebruik voor het stuur. En dat was super raar ineens, dat reed echt veel minder fijn dan het, de versie die ik daarvoor had. En ik weet inderdaad als ik een scherpe bocht nam, dat gewoon vooral de Touran de achterkant er gewoon uit, ja hoe zeg je dat, de achterkant vloog me weg om maar even zo te zeggen en je raakt in een spin. Oh, we rijden eruit. Ja, het is even niet anders. We moeten het met deze versie doen. Die oude versie die heb ik niet meer. Denk ik. How's it going? We zijn nu gewoon aan het surveilleren. Touran is flink beschadigd. Volgt hier in eerste instantie een bericht voor alle wagens, een bericht voor alle wagens. Assault with a deadly weapon on a Procopio promenade. Er rent hier een clown rond. Ja. Met een wapen. Dat is een sniper. En dat is niet lief. Ah, die clown komt op mij af, ik hoor hem. Ik haat clowns. Oh shit. Dat was echt one shot. Ja, helemaal twee keer raar denk ik. Dan zie ik een quickscope van hem. Misschien wel one shot kill. Maar he got me good. We gaan wel terug. We gaan kijken of hij nog rondrent daar. En mijn Touran is gefixt. Misschien kunnen we hem nog pakken. Toet toet. Zie je, daar gaan we alweer met de Touran. En zo hard rij je toch niet dat je zegt van... Wauw, je vind je het gek dat je uit de bocht vliegt. Ja, en dat echt misschien wel met deze snelle. Maar ik rij, om maar zo te zeggen... Laten we eerlijk zijn, nu heb ik al best vaak inmiddels met... Of best veel uren in GTA zitten. Ja, niet elke collega klopt hier, maar dat vergeef ik Dutchman. Shoutout nogmaals naar Dutchman. Daar vloog wel een gestolen voertuig voorbij. Dan gaan we daar meteen even achteraan. Maar nu moeten we allemaal eerlijk zijn. Ik heb best veel uren in GTA al zitten. En wat ik daarmee wil zeggen. Is dat ik toch inmiddels best wel weet.
wat je wel en niet kunt met ik hoef er niks te doen met de handling, met hoe hard je door een bocht kunt, dat soort dingen allemaal. Dus ik rij inmiddels wel een beetje op de automatische piloot van nou, op deze snelheid kan ik makkelijk door de bocht, kijk dit, en op deze snelheid niet, en ik weet dat dit gaat gebeuren, maar met zo'n Touran kan ik dit gewoon, dan pak ik een bocht waarvan ik denk van oh, dat moet makkelijk kunnen, want dat doe ik altijd met een T6, met een Vito, noem maar op, en met zo'n Touran ga ik er altijd de mist mee in. We gaan maar door en we zien wel wat we nog allemaal gaan krijgen hier in dit dorpje. Wat de? SWAT. Dat zijn we niet vandaag. Eerste brandweer, goeiedag schotel. Citizens reporting, medical aid requested, units respond code 3. Hallo heren, kom eens hier, wat is er aan de hand? Goeiedag meneer. Blijf even staan hè. Hallo meneer, alles oké? Okay? Heeft iemand medische assistentie nodig van de ambulance dienst? Hier zit niemand meer in, daar zit niemand meer in. Flink ongeval geweest, ik vermoed dat ze hier ergens op elkaar zijn geknald en toen hier terecht zijn gekomen als ik de schade zie. Goeiedag meneer. Wow, hold up! Ik kan maar even recht staan. Als u niet gewoon bent. Heeft u voor mij een identiteitsbewijs? Hé, hey, staan blijven. C, daar gaat er eentje rennen. Ja, kom op, staan blijven. Voor van jouw identiteitsbewijs. Hier komen. Heb ik hem nou? Heb ik hem nou? Ja. Kom hier, potmon de jus. Staan blijven. Nou. Ja, kom, staan blijven. Wait up. You ain't never getting out of prison. Suspect killed. Niemand is killed. Of was dat? Nee, hè? Is hij dood? Oké, luister, jij bent sowieso aangehouden voor niet niet opvolgen van ambtelijk bevel. Je gaat even mee terug naar het ongeval, want we gaan een paar dingen bij je doen, zoals een blaastest, een drugstest en een controle van wie jij nou precies bent. Die andere meneer wilde ook wegrennen, dus ik vind het maar, of in ieder geval die liep gewoon weg, ondanks dat hij mij duidelijk zag, dus ik vind het allemaal maar een beetje een vaag verhaal. Vaag verhaal. Jij mag voor mij blazen. Als je niet meewerkt, dan gaan we op het bureau bloed afnemen. Als je daar niet aan mee meewerken, dan gaan we gewoon het allerhoogste de allerhoogste straf doen, en dat is invoeren in rijbewijs. En dan komt hij ook niet meer terug, geloof ik. Dan ben ik nou weer een... Appreciate it. Nou, oké, okay, goed. Heb je een ding bij niet bij mag hebben? Je moet toch gefouilleerd worden voor het onderzoek. Hello. Van hallo. Of voor het transport. De auto gaat wel flink roken nu, hè? Ja, drugs en een mes. Collega, als je eventueel tijd hebt, mag je hem meenemen. Goedendag meneer, u bent... wie bent u precies? Ja, dankjewel. Dat gaan we even controleren. Oké, heb je een vuurwapen bij? Dat wil ik alvast weten, want je bent dus wel bekend met het dragen van een vuurwapen. In Amerika is dat toegestaan, hier niet helemaal. Ik ga jou even vragen om op één been te gaan staan. Gewoon omdat het kan hoor. Oké, okay, gaat goed. Ja, ik ga je nog even... Oh, sorry. Fouilleren was niet de bedoeling, doen we dat wel meteen. Puur op basis van de wet wapen en munitie dan maar. Even wat pillen bij die je niet zou mogen hebben. Je mag nog even blazen. Als je afstand doet van die pillen, dan vind ik het allemaal best, neem ik ze gewoon in beslag en dan wordt het verder opge... Ja, weet ik veel wat we dan gaan doen. Lossen we wel op.
Thanks. Oké, goed. Ik heb al zijn gegevens. Hij heeft niet gedronken, niet geen drugs gebruikt. Dus hij mag zijn weg vervolgen. En dan ga ik twee takelwaggels vragen. Dan kunnen we deze voertuigen naar de sleep, maar misschien naar de sloop of anders naar de automaker, reparateur, meneer, mevrouw, iets. Nou, ga rijden. Met de hele dag de tijd, hè. We have a traffic alert in Palato Forest reporting a suspicious vehicle in Palato Bay. Units respond code 2. En dan kom ik niet. Zo, dan gaan we even hier links op en dan draaien we. Nee, dat gaat trouwens ook niet, want daar is een jump en die ga ik niet nemen. En wij krijgen een melding van een verdacht geparkeerd voertuig. Oh ja, en we krijgen ook zometeen wel vaste melding van een verkeerslicht die eruit ligt. Maar de man is uit. Die staat hier onder. Purple Dominator, die is niet zo snel. Of die vinden we denk ik wel. En die staat dus verdacht daar opgesteld. Mensen maken daar een melding van. Verdachte situatie komt vaak voor bij de politie. Dus we gaan kijken of dat inderdaad een verdachte situatie is. En of daar iets moet gebeuren. Nou, ik knal een auto achter op een zondeertrekker. Want die zondeertrekker, waar moet die hier op? Nee, eentje verder. Ja, gaat kijken goed. Maar jullie zitten dus allemaal thuis, denk ik. Of veel van jullie in ieder geval. Ja, en dat is aan de ene kant denk ik voor heel veel mensen in het begin wel heel lekker. Maar achteraf denken jullie van shit. Dat is nou ook weer niet zo fijn dat ik zo lang thuis moet zitten en niet naar de sportschool kan als jullie dat leuk zouden vinden en dat soort dingen en noem maar op. Als je naar de sportschool gaat, want dat vond ik vooral jammer. Ik moet heel veel werken de komende dagen, want in een ziekenhuis, nou ga daar maar vanuit, daar gaan we het niet rustig krijgen. En als ik dan vrij had, had ik ook graag lekker naar de sportschool willen gaan. En die is dicht. Helaas. Nou, misschien hadden we even snel boven aan die weg moeten kijken of daar niet toevallig die auto stond. Want ik heb zo'n gevoel dat hij gewoon boven staat. Want hier staat hij niet. En ik zou zeggen, zo'n paarse auto, die zie je toch wel snel staan als hij ergens hier in dit gebied staat. Nou, hier staat hij zeker weten niet. Toeran ook weer gewassen, dag hond. Ja, ze kunnen me allemaal wat. Ik ga niet helemaal omrijden. Hier is namelijk ook een weggetje naar boven, zie ik nu. Het is wel een zware wandelweg, denk ik. Maar ik kom wel boven. Oh ja, dat is zeker een wandelweg. Oh, we zitten vast. Ah, daar staat hij ook echt. Zie je wel. Hij stond gewoon op een oprit van iemand. We zijn er net langs gereden. Maar ja, conclusie, ik heb geen zin om helemaal om te gaan rijden. Dus we gaan hier onze weg wel naar boven vinden. Of rood of zo. Even gas geven hier. Hoppakee. Ja, mooi man. Zo. De vraag is, waarom is dit verdacht? Er zitten wel mensen. Oh shit, er zitten mensen. Hé joh, ik ga niet vandaag weer dood, hè. Je kunt er wat en jij ook. Oh, er zit niemand meer naast. Nee, Wim gaat niet nog een keer dood. You idiot.
Rem, ga maar één keer uit vandaag. Copy that. Moving right now. En dat was dus een clown. En jij bent geen clown. Verwachten we onder schot gehouden. Ik zie de collega's naderen in mijn spiegel. Ja, dank je. Ik hoor dat er een collega achter mij staat en gaan mij naderen. Hey. Liggen, zitten. Ik dacht dus, hij had een handvuurwapen, dus een pistool. Hij had echter een automatisch vuurwapen. Daardoor dacht ik dat er twee mensen op mij waren aan het schieten. En daardoor dacht ik dus ook, laat ik dan maar mijn kogels vooral lossen hier even zo tussendoor. Omdat ik dacht dat hier iemand zat. Maar uiteindelijk was hij het met heel veel kogels in hem. Maar ik ben ook geraakt, misschien zelfs in mijn hoofd. Dat stipje komt daar niet voor niks, denk ik. Maar goed, we hebben alles onder controle. Die Touran die kunnen we echt afschrijven. Nu al twee keer vandaag. De baas gaat er niet zo blij mee zijn. Hier rijden veel nieuwe Tourans met van de hondengeleiders rond. En nieuwe B-klasses. Dus misschien moeten we die binnenkort ook maar weer gaan nemen. Voor nu ga ik jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een interessante en leuke video vonden. Misschien vooral leuk en niet zo interessant. John Deertrijk al een mooi ding. Boah. En ik zie jullie graag op een paar dagen bij een nieuwe video. Hou het rustig, hou het veilig en blijf in quarantaine als je kunt. Doei doei.